Stijn en Geer podcast! Yay! Yes, en we hebben ook een verzoeknummer binnengekregen van Daan Boom. Daan Boom hebben we aan de lijn. Hallo. Hallo, Boom. Hallo, ik ben Daan Boom. Hallo, jij hebt ons een mailtje gestuurd. Ja, een best wel lange mail. Ik werd er helemaal kriebelig van, dus ik dacht, nou, we gaan die even op Skype toevoegen en dan vragen we wat jouw verzoek is. Ja, ik wou er eigenlijk ook wel iets bij vertellen, want ik ben best wel fan van carnaval. Ah. En de kriebels komen al vrij snel in het jaar, komen die bij mij. Ja. Net na carnaval had je die kriebels alweer. Ja, en toen zat ik een beetje te surfen op Russisch carnaval. Maar dan met name in de west, in het westen van Rusland. En toen kwam ik op een duo. En die hebben een heel leuk nummer opgenomen. Het is Russisch, maar het pakt je zo erg. Het grijpt je bij je keel, het nummer. Ja, het is, ik ken het niet, moet ik eerlijk zeggen. Ik weet ook niet waar je deze stakkers vandaan hebt getrokken. Maar ik heb wel enorm gelachen. Hoezo stakkers? Ja, ik ben heel erg benieuwd. Ja, nou, het schijnt zo te zijn dat deze jongens, die komen dus uit Oshnakrinti. En dat is een dorp in het westen van Rusland. En die hebben dit opgenomen in hun achtertuin. Oké. Okay. Ja. En dat moeten we kijken op YouTube? Op YouTube. Ja, op YouTube. En wel nog een andere vraagje. Je woont ook in Utrecht. Ja. En nu we het toch aan de lijn hebben. Wat is volgens jou de beste plek om uit te gaan? De kostkoper. Oké. Okay. Dat is wel voor carnaval altijd het beste. Je denkt altijd dat iedereen verkleed is. In ieder geval. Ja, als iemand van 40. Oké. Okay, heb jij al je kostuum al klaar liggen voor de volgende carnaval? Ja. Wat gaat het dit jaar worden? Ik ga als zebravarken ga ik dit jaar. Zebravarken? Ja. En maak je het kostuum zelf of laat je dat iemand anders doen? Nee, mijn oma is onlangs overleden. Die deed dat eigenlijk daarvoor. Oh, sorry. Nu doet mijn moeder het. Oké. Oké. Okay. Nou, ik ben heel erg benieuwd naar het nummer. Sorry, ik mag helemaal niet lachen. Nee, ik begrijp het ook niet zo goed. Nee, oké. Okay. Maar we gaan dit nummer luisteren. Het is Umtsa. Dat klopt? Ja. Laten we luisteren. Dankjewel voor het verzoek. Oké, graag gedaan.